Zo, altijd even leuk om de making-of te zien. Ik heb één vandaag hier en het gaat over Popcorn Time. En ik heb mijn goede vriend Mark gevraagd om eventjes een filmpje daarvan te maken. En hier hebben we Sonja, de sympathiekste vrouw, cameravrouw van Nederland. En Bart, de sympathiekste verslaggever van Nederland. Ja, die altijd over Segways en over Tesla's en over alles wat illegaal... Oorlogssport, hij doet alles. Ja, ja. We gaan even een itempje schieten over dit ding. Popcorn Time. En de Netflix, de illegale Netflix. Hoe werkt het? En ja, is het nou illegaal? Wat moet je er dan van vinden? Dus dat gaan we zo meteen, even doen. Dat hoor je. Ja, dat hoor je. Oh, dat hoor ik via jouw microfoon terug. Dat hoor je. Nou ja, ik vind het wel... Je deed een laptop erbij, denk ik, ja. Op de schoot. Nou, niet op de schoot, want dat wil je niet. Je gaat hier gewoon lekker zitten zo. Zet het hier zo lekker. Ja, maar je wilt dan wat uitleggen natuurlijk zo meteen, toch? Of niet? Of, ja, maar dan hebben we... Weet je wat ik doe? Jij gaat zo zitten. Ja. Nee, wacht even. Ja, we zitten samen even gewoon naar de tv te kijken. Zo, wat denk je? Oh, jij gaat in beeld. Ja. Kan. Maar ik wil je eigenlijk links van de camera. Wat heb ik van rechts en links? Maar als jij graag in beeld wil... Nou, maakt niet uit, maar het kan af en toe. Het gaat even om het gezellig. Of ja, het gezellig is. Maak mij geen toeter uit. Maar moet ik dan... Ja, dan zit je eigenlijk aan... Want dan gaat hij het beeld uitkijken, snap je? Kijk, nu kan ik... Ik heb hem eigenlijk... Ik kijk jou toch gewoon aan. Of als hij hier gaat zitten, kan dat ook? Ik heb hem neergezet om zelf even met hem mee te kunnen kijken naar zijn... Ja, dus ik moet aan die kant zitten en dat, die laptop moet ook aan deze kant. Okay. En als ik hier ga zitten, zo. Zo beter, dan kijkt hij echt de kamer in. Dan kun je, als je hier staat, ik kijk zo de kamer in, maar het gaat even om... Bart, kijk. Ja. Ik wil hem. Ja. Bartje begrijpt er ook weer niks van. Nee. Doe nou gewoon wat Sonja zegt. Ja, nee. Ja, anders zit ik tegen je achterhoofd aan te kijken. Ja, nee, dat is niet. Nee, dus jij, als jij hier gaat zitten, dan kunnen jullie de zee nemen. Ja. Is dat stabiel? Ja, is het stabiel. Het is een houding, ja. Ik ga zo natuurlijk even naar wireless, dan gaat het wat sneller. Advertise your product or brand here, you know? Nou, gaan we even terug naar het begin. Previously on Homeland, put him at the airport. I'm looking at Farabias as we speak. What the fuck? Son, take the shot. Carry. We're losing our window. It's Saul. Take the shot, goddammit! Prima kwaliteit. Ik moet even de ondertitels even Nederlands maken. Kijk, want je ziet hier dat ik heb hier Romeins en ik heb hier Tsjechs en ik heb hier Italiaans en natuurlijk Nederlands en hier Nederlands zit er gewoon op. Ja. En dan kun je alles kijken wat je wil. Met ondertiteling en super kwaliteit, alles wat je wil. Ja. Ga eens terug naar het beginscherm als je wilt, Vincent. Ja. Wij kijken nog eentje verder, ja? Wij spreken met Vincent Ebers, ja, journalist, Trendwatcher. Trendwatcher. Ik kijk gewoon wat er allemaal gebeurt in deze machtige wereld van media, technologieën. En hebben we hier weer te maken met een nieuwe trend? We hebben hier een enorme hit. Ja, we hebben hier een enorme hit. En het zijn eigenlijk twee werelden die bij elkaar komen. Enerzijds heb je het wereld van genot en gemak. Bijvoorbeeld Netflix, Spotify, waar je heerlijk naar alle muziek kunt kijken, alle tv-series, alle films. Alleen, vooral bij Netflix heb je gelimiteerde films, 2-3 jaar oud, series die minimaal een jaar achterlopen. En bij Popcorn Time, wat zeg maar door een stelletje jongens over de hele wereld is gemaakt, heb je gewoon alle films, alle series, en die zijn helemaal bij. Op het moment dat een film gewoon bij de bioscoop komt, staat die hier ook gewoon in. Op het moment dat een tv-serie wordt uitgezonden, ergens in Amerika, ergens, dan pakt iemand dat, zet het online. En vroeger... Hiervoor. Ja, dit is 0,000. En vroeger had je dit ook, dat heette torrents. Dan kon je zeg maar iets downloaden op je pc en dan naar op een tv met een USB-stickje. Maar nu tegenwoordig is dat heel makkelijk gemaakt. En dan ook leuk dat je, of als je ergens op klikt, dan zie je ook meteen alle reviews die zie je tevoorschijn. Alle seizoenen zijn er meteen. Je kunt meteen zeggen, hé, wat is dit voor film? Dan ga je naar IMDb en dan vertelt hij gewoon meteen of dit een leuke film is. En wat reviews zijn. Dus het is echt een hele mooie geïntegreerde manier om te kijken naar films en tv's. En reten illegaal. Reten illegaal.
Maar vroeger was illegaal, was moeizaam, had je allemaal moeilijke schermpjes, had je programmaatje om te downloaden en nou, echt voor 1, 2, 3, 4, 5% vooral jongeren. Of mensen die heel fanatiek waren over tv-series, die wilden het nu zien. Die wilden niet wachten tot 2 jaar later op BNN, zeg maar, Homeland seizoen 4 wordt uitgezonden. Maar meteen. En nu is het zo dat het echt gewoon super makkelijk is. Super makkelijk kijken naar al die filmpjes en al die tv-series en 0 euro betalen. Dat is natuurlijk ook leuk voor de Nederlander. En illegaal, dus zie ik daar schaamrood op jouw kaken verschijnen, want je bent aan het jatten. Ik ben nu op dit ogenblik niet alleen maar aan het downloaden, wat in Nederland zeg maar niet vervolgd wordt. Het is wel illegaal, maar het wordt niet vervolgd. Maar ik ben ook, op het moment dat ik een filmpje bekijk, ben ik daarna ook aan het uitzenden naar iedereen over de hele wereld. Ik word een node in een netwerk. Ik ben een stukje van het netwerk. En ik begin ook naar allerlei andere computers uit te zenden. Dus ik ben heel illegaal bezig. Maar is dit een netslag voor, Netflix en HBO? Ik denk het niet. Ik denk dat dit een goede aanmoediging is. Eigenlijk, Netflix zegt, we hebben op dit ogenblik last aan onze groei. Want ze groeien als een gek. Het is op dit ogenblik 25% Netflix van het internetverkeer tijdens primetime. Maar ze hebben altijd oude films. En ze hebben allemaal oude tv-series. En die studio's die zeggen, eerst op de bioscoop, tientje per persoon. Dan op dvd, 25 euro per dvd'tje. En dan 2 jaar later gaan we naar Netflix. Dus echt mensen die Netflix hebben, die kijken vaak naar oude films. Die zijn daar gefrustreerd over. En je kunt niet iets nieuws kijken. Je kunt dan bij UPC, kun je voor 6 euro per film, kun je de top 100 filmpjes bekijken. Maar het is niet zoals Spotify, waar je eigenlijk alle muziek gewoon hebt. Netflix is echt nog een beetje aan het begin. En ik denk dat Netflix ook een beetje geholpen wordt door dit illegale gebeuren. Want die zegt ook van, joh, ik kan toch niet met al die oude zooi aankomen. Ik moet gewoon nieuwe films hebben. En dus het helpt Netflix in de onderhandeling. En dan gaat het om het spel dat op een gegeven moment Netflix ook gewoon, zeg maar, goede films heeft. En ook het laatste kan laten zien. En dan hebben we een probleem van hoe gaat nou de filmindustrie en de tv-industrie geld verdienen. Want op het ogenblik wordt dat met reclame wordt dat gefinancierd. En het zal steeds meer worden dat je dan een klein beetje betaalt. Ik vind het prima om een 8 euro te betalen of een tientje. Of dat ik een premium pakket heb op Netflix en 15 euro per maand betaal. En dat ik dan wel de laatste films kan krijgen. Maar de filmindustrie en de tv-series zijn gewoon gewend aan tientje per persoon in de bioscoop, 25 voor een dvd... En ja, als niemand meer wil kijken, dan mag je het ook, online kijken. Een dat is niet meer een model. Een heel verdienmodel. Ze moeten leren om te zeggen, joh, voor een eurotje per film of 2 eurotjes per film kun je gewoon iets nieuws kijken op tv. En dat is iets waar ze aan moeten wennen en dat gaat heel moeilijk. Ja, het ziet er heel gelikt uit. Toen ik begon met illegaal downloaden, had ik van die krakende software van Bitline, Linebit, Bitwire, Fuse, ja, een interface die er niet uitzag. Pas aan de poorten begon te rammelen bij de muziekindustrie, is hij natuurlijk op tijd lang vakantie voor de muziekindustrie, maar hij is een heilige geworden die een compleet businessmodel heeft neergezet. Ja. En het grootste bedrijf ter wereld. De Pirate Bay jongens uit Zweden, die hebben de bak gezeten. Deze jongens zijn hun leven ook niet helemaal zeker. Nee. Wordt dit later verkanken die jongens, of worden dit heiliger? Dit wordt door de muziekindustrie, sorry. Ja. Popcorn Time wordt door de tv-wereld en door de filmwereld helemaal gewoon onmogelijk gemaakt. Zal op elk ogenblik. Dus dit zijn niet zozeer piraten, dit zijn jongens die misschien een verandering in gang zetten. Het zijn piraten, dit is een piraterij. En die zullen wel hopelijk een verandering inzetten. En ze moeten ontzettend uitkijken, want als je hier aan meewerkt en ze komen erachter, dan word je gewoon, zeg maar, met alle legale middelen word je gewoon achterna gezeten. En in Amerika is dat helemaal niet leuk. Als je vroeger zei dat de wereld rond was, werd je ook op de brandstapel gezet. Maar even weer terug. Het is natuurlijk, heel veel mensen voelen zich hier toch niet al te lekker bij, want het is toch een beetje pikken. Het is jatten. En je hebt gezien dat in Nederland eigenlijk de meeste Nederlanders daar geen probleem mee hebben. Die hebben allemaal muziek gedownload, eindeloos. En toen Spotify kwam en toen het makkelijk werd, toen je alle muziek kon krijgen, dat nu de download echt dramatisch aan het dalen is. Dus wat dat betreft, legaal antwoord, wat makkelijk is, wat goed werkt, waar je een kleine prijs voor vraagt, dat werkt echt als verdedigingsmiddel het beste voor de industrie. Amen. En dan wil ik je nu vragen om even 1 of 2 series die jij leuk vindt, gewoon even... Nou, de laatste film die ik keek... De laatste film die ik keek was zo op een gegeven moment... Even opnieuw kijken of het sneller gaat. Dat verhaal een keer. Dat verhaal was zo'n
Welke film wil je nu even aantippen? Nou, vorige week kwam er iemand bij het journaal binnen met een geweer. Die was geïnspireerd door de film Inception. Dat is een conspiracy-theorie-film. Dus dan eventjes hier Inception intipt. Bam, dan heb je hem hier. En het is een waanzinnige film met allerlei hele beroemde mensen. En hier blijkt dat ik geen internet heb, denk ik. Die ligt eruit. Ligt hij eruit? Nou, ik was even overgestapt. Nou, dit kun je wel kut doen, neem ik aan. Ja, hij kan het wel. Wacht even, even close. Begint. Want ik keek te lang tegen al die films aan. Ik wil eigenlijk dit zien en dan dat je het verhaal begint van vorige week. Want het trekt een beetje. Begrijp je wat ik bedoel? Het trekt een beetje. Ik wacht even tot die dag.